Een C-130 Hercules transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht heeft dinsdagmorgen net voor 11 uur een voorzorgslanding gemaakt op vliegbasis Eindhoven. Een van de vier motoren was uitgevallen. Er werd een stand-by call gegeven. Crashtenders, blusvoertuigen van de vliegbasis stonden langs de landingsbaan opgesteld. Ook waren drie brandweervoertuigen en een ambulance op het vliegveld aanwezig. De landing verliep zonder problemen. Volgens een woordvoerster van de vliegbasis kan een C-130 Hercules makkelijk met drie motoren in de lucht blijven. De Hercules was bezig met een oefening boven Nederland. Kan het toestel zelfs op twee motoren landen? Het vliegverkeer op Eindhoven Airport werd kort na 11 weer hervat.